Google Science. Dit proefje heb ik eigenlijk voor het eerst gedaan op de middelbare school, waar onderzoekers van de universiteit onze biologieles bezochten en samen met ons DNA hebben geïsoleerd. Het is heel eenvoudig om DNA te isoleren en zichtbaar te maken. Kijk, hier zie je het DNA. 2 meter DNA in iedere cel met onze 20.000 erfelijke eigenschappen. Dat blijft fascinerend. Ik ben biomedische wetenschappen gaan studeren in Leiden. Omdat ik graag precies wilde weten hoe dingen in elkaar zitten. En het is een super interessante studie. Alleen ik miste wel het contact met de patiënten daarmee. En daarom ben ik geneeskunde daarnaast gaan studeren. En wil ik me nu graag specialiseren tot geneticus. Ik kijk naar de genetische achtergrond van schildkliertumoren bij kinderen. Schildkliertumoren bij kinderen zijn zeldzaam. Ongeveer 5 tot 10 patiënten per jaar. En het ontstaan van kanker bij kinderen, dat is in het algemeen zeldzaam. En daarvan wordt gedacht dat de erfelijke belasting daarbij een rol speelt. En dat komt omdat omgevingsfactoren bij kinderen veel mindere rol spelen voor het ontstaan van kanker. En kanker ontstaat door een opstapeling van foutjes in ons DNA. En dat kan gebeuren als de cellen zich delen. Maar bij kinderen hebben de cellen zich natuurlijk nog veel minder vaak gedeeld dan bij volwassenen. Dus dat is vreemd. En verder zien we schildklierkanker vaker in één familie voorkomen. Dus ook dat geeft ons aanleiding om te denken dat er misschien wel een erfelijke aanleg speelt. Mijn onderzoek is een vervolg op een eerdere studie waarbij medische gegevens en een tumormateriaal en DNA is verzameld van kinderen met schildklierkanker in Nederland. En wij gaan nu naar die DNA-code kijken. Op zoek naar die ene letterverandering die ervoor verantwoordelijk is dat deze kinderen een hoog risico hadden om dit te ontwikkelen. Als we de hele DNA-code bekijken, dat is 6 miljard letters, zien we vaak heel veel veranderingen. En dat is niet gek, want wij zijn immers allemaal anders. Tussen die 3,5 miljoen veranderingen die ik ongeveer zie, ben ik op zoek naar die ene die verantwoordelijk is. Als we de fout niet vinden, is dat niet per se heel erg. Dat laat zien dat het waarschijnlijk niet om een erfelijke vorm van kanker gaat. En dat is ook belangrijke informatie om te weten. Kinderen hebben vaak de vraag, waarom krijg ik kanker? En die vraag willen we graag beantwoorden. En ouders vragen zich af of hun broertjes en zusjes of die ook een verhoogd risico hebben om dat te krijgen. Want als we de aanleg wel weten aan te tonen, dan kunnen we familieleden testen voor deze aanleg. Als ze de aanleg ook hebben, kunnen we hen beter in de gaten houden, zodat we de tumor vroeg kunnen opsporen en de behandeling beter is. Mochten ze de aanleg niet hebben, kunnen zij gerustgesteld worden en hoeven zij geen extra controles te ondergaan. Ja, ik vind het ontzettend leuk om andere mensen te vertellen over wat DNA is en wat je er allemaal mee kan en wat dat voor de toekomst gaat betekenen. Daarom hebben we onder andere afgelopen jaar een project gedaan tijdens Lowlands, waarin we gingen kijken of je op basis van je DNA je ideale partner kan vinden. Dit soort populair wetenschappelijke projecten zijn natuurlijk leuk. En voornamelijk omdat je in contact komt met mensen vanuit hele andere vakgebieden. En daar krijg ik ontzettend interessante ideeën van die mij weer helpen in mijn onderzoek. En dit contact maakt mij denk ik een betere wetenschapper en ook een betere dokter. Maar uiteindelijk ligt mijn hart toch wel bij het onderzoek wat specifiek gericht is op de patiëntenzorg. Dus daar ga ik mee verder. Faces of Science.